In Tilburg werd op maandagavond 17 juni om ongeveer 10:15... op de kruising van de Burgemeester Bechtweg en de Stokhasseltlaan een scooter aangereden. De scooterrijder heeft het maar net overleefd. De bestuurder van de auto is doorgereden. De auto is een oude, groene tweedeurs BMW 3 uit 1999 met een ovale dubbele uitlaat. Door de klap moet de auto schade aan de voorkant hebben. De vraag is nu: weet iemand wie zo'n BMW heeft of kort geleden heeft gehad? Zijn er schadebedrijven die zo'n BMW onlangs hebben gerepareerd? Zijn er sloopbedrijven die onderdelen hebben verkocht, zoals een bumper of koplampen? Of is zo'n BMW misschien wel aangeboden voor de sloop? Als u iets gezien heeft van de aanrijding of u heeft andere tips die kunnen helpen de auto en de bestuurder te vinden, bel dan nu